Wij maken hier alle tests. En we doen alle proeven hier in het atelier. Maar uiteindelijk moet iemand anders het maken. En heel vaak wordt het zelfs aanbesteed. Dit is een project met Meccano, met Francine Hoebe, waar we gevraagd zijn gordijnen te maken die een auditorium creëren of omsluiten of definiëren als ze het nodig hebben. En waar het ook weer helemaal weggeschoven kan worden. En dat is dus waarom gordijnen zo handig zijn in de architectuur, omdat ze heel flexibel zijn en relatief eenvoudig. En dat kan dus altijd helemaal weggehaald worden. En dan is de architectuur weer helemaal puur zoals hij bedoeld was. Het zijn drie doeken die met elkaar een soort dialoog aangaan. Maar goed, ze hebben gewoon met elkaar te maken en ze hebben allerlei effecten. En wij hebben bijvoorbeeld de façade van de architecten. Die hebben een soort trosje raampjes in. En die ramen die hebben wij aangegrepen om ook weer ramen of juist dus uitzichtspunten of wat wij noemen obstructie van uitzicht te creëren in dezelfde soort taal. We zeggen altijd, als je met gordijnen werkt, heb je te maken met een rails. En die rails is net zoals een pad in het landschap. Daarmee organiseer je de beweging. Daarmee organiseer je de ruimte.